In deze video laat ik zien hoe je op een eenvoudige manier haar onder handen neemt. Een model met mooi lang haar vind ik op zich persoonlijk altijd wel fraai. Je kunt het alleen in de foto natuurlijk nog veel zachter maken dan dat het al lijkt. Als ik even inzoom naar 100% zie je misschien wat ik bedoel. Het haar dat ziet er erg gedetailleerd uit. Te gedetailleerd. En daar is nog wel een slag in te maken. En dat is overigens vrij makkelijk. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik dit een behoorlijk scherpe foto vind. Hij is gemaakt met een 5DS en een 135mm lens. Uh, op een diafragma van 5.6. En uh, ja, dat, dat vond ik eigenlijk toch wel behoorlijk scherp destijds. En tegenwoordig ook nog wel. Ben onder de indruk. Maar goed, om haar te verzachten gaan we in verschillende stappen te werk. We gaan om te beginnen een filter eroverheen gooien en we gaan daarna nog even met doordrukken en tegenhouden aan de slag. En om dat filter eroverheen te gooien, dat ga ik doen op een nieuwe laag en daarom dupliceer ik eerst mijn laag door gewoon de sneltoets Ctrl J in te drukken. En deze nieuwe laag ga ik omzetten in een slim object door er met rechts op te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. Wil je meer weten over slimme objecten, daar heb ik al eens een filmpje over gemaakt. En klik hierboven even als je dat wil zien. Het filter wat ik ga toepassen, dat is het olieverf filter. En ik zoom even in naar 100%, dan zie je dadelijk in de voorvertoningen ook gewoon het meeste resultaat. Je vindt het bij stileren en dan heb je daar olieverf staan. En de waardes die je hier kunt kiezen, dat begint eigenlijk heel makkelijk. Stilering en netheid, dat zet je gewoon helemaal op 10%. En daarmee krijg je eigenlijk het meest vloeiende verloop in je foto. De schaal, daar kun je een beetje mee spelen, afhankelijk van hoe groot je foto is. Als je heel veel resolutie hebt, dan is dat een andere waarde als dat je een relatief kleine resolutie hebt. Nou, laat ik eens gewoon voor 1.3 gaan. En penseelharen, dat gooi ik op zich wat omhoog. Dan blijft er toch nog een heel klein beetje detaillering over. En vervolgens vink ik de belichting aan. En ik hou hier qua hoek een klein beetje rekening met waar mijn oorspronkelijke hoek vandaan kwam. En de schittering die hou ik in dit geval op 2,5. Zet je die hoger, dan wordt het effect eigenlijk weer een klein beetje teniet gedaan. Laat ik hem niet op 2,5 zetten, maar op, uh, op 2. En ik klik gewoon heel simpel op OK. Mijn filter wordt toegepast en dat wordt toegepast over de hele foto. Het voordeel van het slimme filter: dubbelklik op het woord olieverf. En je kunt nog eventueel aanpassingen maken. En wanneer je op OK klikt, worden die weer doorgevoerd. De bedoeling is dat we dit dus alleen op het haar doen. Niet in de achtergrond, niet in het gezicht en niet op de rest van het model. En de meest eenvoudige manier om dat op te lossen is met een masker. En ik ga een zwart masker maken en dat doe ik in één keer. Hieronder vind je het witte vierkantje met het zwarte bolletje als masker. En als je de alt ingedrukt houdt, dan krijg je een zwart masker. En is heel je effect weer gewoon teniet gedaan. En nu kan ik heel eenvoudig gewoon met een witte kwast... Makkelijk gaan schilderen en dan zie je in het haar waar het gewoon weer terecht komt. Waar het wit is, wordt het filter weer actief en dat is ook precies wat je wil. Voor de video ga ik hier even niet zo heel nauwkeurig doorheen, maar je zou dat eigenlijk wel gewoon moeten doen. Zeker als je op grote resoluties blijft werken en het is geschikt voor printmateriaal, dan loont het zich de moeite om hier echt gewoon een nauwkeurige selectie van te maken. Want je ziet als je er Eigenlijk gewoon net iets te ver omheen gaat. Dat je het ook gewoon meeneemt in de andere foto. Laat ik haar wenkbrauwen ook maar gewoon een beetje meepakken. Laat ik het hier even bij houden. Heb ik nou een goed masker gemaakt? Geen idee. Dat kan ik ook gewoon in één keer zien, want ik kan me alleen het masker laten tonen door Photoshop. Ik hou er altijd in gedrukt, klik op het masker en ik zie het resultaat. Nou, daar zitten nog wel wat zwarte stukjes in. En die corrigeer ik alsnog even in het masker. Zo kom ik volgens mij vrij aardig uit. Vanaf een afstandje ziet het er best fraai uit. Totdat je inzoomt op 100% dan. Druipt de onnatuurlijkheid er gewoon nog vanaf? En dat is heel eenvoudig op te lossen door de dekking te verlagen. En ik ga in dit geval, denk ik, zo ergens ja, net iets boven de 50% zitten. En dan komt het alweer een stuk natuurlijker over. Zet je het nu uit, dan zie je goed het verschil. Dit is een stuk zachter. Ik zet het nog een tikkeltje hoger. Ik vind dit wel fraaier. En vervolgens ga ik nog een stukje doen met doordrukken en tegenhouden. En dat doe ik heel eenvoudig. Ik maak een nieuwe laag aan. En dat doe ik met Ctrl, Shift en N. En deze noem ik doordrukken en tegenhouden. En deze laag ga ik vullen met grijs. En dat doe ik met 50% grijs. En dat vind je weer onder de sneltoets Shift F5. En dan krijg je de optie Vullen. En je kunt daar verschillende dingen kiezen, waaronder dus 50% grijs. En 50% grijs heeft de mooie eigenschap als je de overvloeimodus van normaal op bedekken zet. Dat het als sneeuw voor de zon verdwijnt. En dat er dus eigenlijk niks lijkt gebeurd. Totdat ik op deze laag ga schilderen met wit en zwart. En waar ik met wit schilder, wordt het lichter. En waar ik met zwart schilder, wordt het donkerder. Dus ik zorg dat mijn voorgrondkleur zwart is, mijn achtergrondkleur wit. En dat doe ik in één keer door op de D te drukken. En ik maak de kwast even wat groter. En ik maak hem bovenin bij dekking een stukje zachter met de sneltoets 1 dan springt hij naar 10% en ik ga gewoon over de donkere gebieden heen schilderen. En als je meerdere keren schildert, dan wordt het daar dus nog donkerder. Voor de fijne kleine stukjes gebruik ik een kleinere kwast. En ik gebruik daarvoor de haakjes om hem kleiner en groter te maken. En zo ga je op je gemak door het hele haar heen en ook in dit geval voor de film doe ik dat wat sneller. En ook de lichtere delen wil ik een beetje oplichten. Dus dan ga ik met wit aan de slag. Druk ik op de X, wordt wit mijn voorgrondkleur. En dan ga ik eigenlijk ook gewoon over de lichte gebieden heen. En op deze manier zet ik dus al het licht en donker in het haar nog een klein beetje extra aan. En geef ik het zo nog wat meer aandacht. Als ik hem bijvoorbeeld uitzet, dan zie je goed wat het verschil is. En eventueel kun je de dekking nog wat verlagen om het effect wat te temperen. En met deze twee stappen geef je het haar dus gewoon een totaal ander uiterlijk. Als ik inzoom naar een fatsoenlijke grootte dan zie je ook het zijde wat meer. Dit is het origineel en dit is wat ik er eigenlijk gewoon in een paar tellen van heb gemaakt. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei doei!